Het is de zomer van 1989. Het is zaterdag voormiddag. Het is warm buiten. Ik zit buiten. Ik heb de radio aanstaan. De BRT Top 30 met Soul Sister en Paula Abdul en Salt and Pepper. En dan ineens hoor ik Paradise City van Guns N' Roses. Ik denk, dit is het coolste dat er bestaat op de wereld. Axl Rose en Slash waren de coolste mannen die ik ooit had gezien. Het was gewoon puur rock en roll. Ik dacht, dat wil ik doen voor de rest van mijn leven. En dan ben ik 2 weken later 10 geworden. En die rock en roll heb ik nooit echt beleefd, maar ik ben toch een paar keer een klein beetje in de buurt geweest. Is nog niet gedaan. Favoriete stuk. Radio Luider, Guns N' Roses en Paradise City, de zomer van 89. Panic.